Ja, dat is hem. Vandaag ga ik me echt bezighouden met tal van kleine klusjes. Dit moet eventjes nog verder drogen, maar ik ben al bezig met een heel mooi middeltje. Een soort pleisterlaag is dit, hè, om de muur mooi glad te krijgen en mooi wit. Dat gaat hier opkomen. Vandaag moet ik ook nog even langs de hoop voor drukvaste tempex die ze bij onze bouwmarkt niet hebben. De rest hebben ze allemaal wel. De container moet gevuld worden uiteraard. En ik zag nog een leuk dingetje, deze moet opgehangen worden. En ik denk, zo, hieraan. Dan klopt het verhaal weer een beetje beter. En vandaag ga ik natuurlijk een begin maken met puinruimen. Er is hier een hele hoop weg te gooien. Ik heb hier ook nog een hele hoop losse stenen staan. Waarvan een groot gedeelte gewoon echt weg kan. Oude troep, tegels, alles kan de container in. En dat gaat nu gebeuren. Dat zal een hele andere tuin worden. Kijk, hier bijvoorbeeld ligt ook weer zo'n blok beton te slingeren waar ik echt niks mee ga doen. Die gaat ook de container in. En zo krijg ik nog een beetje een strak tuintje. Als het even kan. Maar dit is wel een begin van een hele hoop werkzaamheden. Een mooie grote bak, helemaal voor mij alleen. Dit gaat helemaal goed komen. Het allerduurste piepschuim wat ik ooit gekocht heb. 101 euro voor 6 van die rotplaatjes. Maar ja, ik kan verder. Dit is de vloerisolatie. Om dit ding in stijl op te hangen, heb je van dit soort schroefjes nodig, hè? En ik zeg altijd, de beste raad is voorraad en ik heb ze weer. Nou, dit zijn zo van die details die de keuken leuk maken. Het wordt steeds leuker hier natuurlijk. Maar ik kan koffie malen. Nou, de container is al een beetje gevuld. Het is een beetje geregend en er schijnt nog meer regen te komen. Maar ik wil ook gaan barbecuen. Bliksem, regen en barbecue.